Welkom bij dag 5 van de leeslessen van thema 3. En we starten vandaag met flitsen. Ik ga hem wat sneller zetten en dan wil ik kijken of je hem sneller kan zeggen dan ik. E. O. B. T. I. A. B. L. M. Was je sneller? Goed gedaan. Dan gaan we woorden flitsen. Meel, lust, dun, mus, leest, uk, oom, biet, likt, buk, kust, noot, mie. Het doel van vandaag is dat we woorden lezen met de nieuwe letters O en P. En bij een nieuwe letter hoort een letterfilmpje. Letterfilmpje van de O. Vandaag gaan we het hebben over de O. Kijk, een tong. Die is vast hol. Ton en hol zijn allebei woorden met de O. Wat zou er in de ton zitten? Gooi hem maar eens om. Het is een pop met een gekke muts van stof. Hé, het is een kok. Dat komt goed uit, want je had honger, toch? Pakt hij nou een leeg bord? Gelukkig zijn poffertjes ook met de O. Dat is boffen. Eet jij die lekker op? Oh nee, dat kan niet. Jij hebt helemaal geen mond. En bij de O hoort natuurlijk een klankgebaar. En die ga ik je laten zien. O. Dat is eigenlijk heel makkelijk, hè? Want de O doen we met twee handen. De O. Korte klank. Eén hand. O. Een woord met een O. Zing maar mee. Ton. Ton. Om. Om. Ko. Kok. Pop. 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 De wandkaart van de O. Daar zie je op een kok. Een bord en poffertjes. Alle drie met een O. Kok, bord, poffertjes. Vandaag leren we twee letters. En daarom heb ik ook twee letterfilmpjes. Volgende letterfilmpje over de P. Vandaag gaan we het hebben over de p. De p is van pakje. Wat zou daarin zitten? Een prinses. Maar de p is ook van piraat. En bij een piraat hoort natuurlijk een papegaai. Dat is een dier met de p. De p is ook van piano. Ach, die is plat.
zo plat als een pannenkoek. Plop! Deed dat geen pijn? Gelukkig maar. En bij de p hoort natuurlijk ook een klankgebaar. Bij de p komt dus eerst het stokje en dan doe je een bolletje door je hand open te doen. De p. Doe hem maar mee. De wandkaart van de p, daar zien we op een piraat en een papegaai zitten op zijn arm. De p van piraat en de p van papegaai. En deze twee letters gaan we ook op ons klankbord zetten. En de p, die hoort bij de medeklinkers. En de O, die had ik daarnet eigenlijk al een beetje verklapt. Dat is een korte klank. Die hoort bij de I, de E, de A, de U en de O. O. Het leesboek vandaag. Ik zie iemand met een koksmuts op. Even kijken wat de titel van het verhaal is. Dat is Kok Rik. Dus dit zal Kok Rik zijn. Maar ik geloof dat hij er wel een beetje een bende van maakt. Die gaan we straks samen lezen. Bij een nieuwe letter hoort ook een zoekplaat. En we gaan op zoek naar een O. Dus ga op zoek naar woorden met een O. En ik kan bijvoorbeeld vinden op een bot, daar zit een O in. Ga zoveel mogelijk woorden zoeken. Zet de film maar even op pauze. Nou, heb je veel woorden gevonden met een O? Bot had ik al voorgezegd. Eens even zien wat ik nog meer kan vinden. Ik zie hier een vos. En de vos heeft een rok aan. Dus ook met een O. En de zon. En natuurlijk deze meneer. Die heeft ook een schort, maar het is ook een kok. Kok. En hier zie ik een ton. En hier is worm uit de appel, worm. Heb je er nog meer gevonden? Hartstikke goed. Wij gaan verder met de zoekplaat voor de p. Nu ga je op zoek naar woorden met een p. Bijvoorbeeld het woordje peer. Zet de video maar even op pauze en ga zoveel mogelijk woorden zoeken met een p. Heb je er veel gevonden? Heel goed. Peer had ik al voorgezegd. Dit is een pepermolen. En ik denk dat dit pap is. Hier zit een pop. Daar zit ook twee keer een p in. Bed. Een aap. Bij aap zit de p aan het einde. Pet zit hier natuurlijk aan het begin. Paard. En wat er eigenlijk nog wel eentje? Oh, soep. Zit hier ook op het einde. Had je er nog meer gevonden? We gaan eens even bij de letters kijken. Naar de O. Dat is gewoon een cirkel. We beginnen bovenaan en we maken een rondje. Dat is de O. Doe maar met me mee. De O. Als je hem nog even wil oefenen, dan mag je hem even op pauze zetten. En de p, dat is van boven naar beneden, een streep, gaan we weer omhoog. En een bolletje eraan, dus
Eerst een stokje, dan een bolletje. Zet maar even op pauze en oefen hem maar een paar keer. De leesletter. Op. Hier staat op. We gaan eens even kijken hoeveel woorden we kunnen maken met op het eind. Eens even zien. Dop. Dop. Die heb ik. Kop. Sop. Sop. Eindigt ook op op. Hé, hey, pop, die hebben we zelfs al gehad een keertje. Die zet ik er ook bij. Mop, mop. Een mooi woord. En, ach, dit is een goed woord om mee te eindigen. Hier staat top. Top. En al deze woorden rijmen natuurlijk ook. Lees er maar even met me mee. Dop. Kop. Sop. Op, mop en top. Het rijtjesboek. En in het rijtjesboek komen natuurlijk woorden voor met een o en met een p. Gaan ze weer zingen. Ik doe een voor en je doet hem in koor met me mee. Daar gaan we. Kok, kok. Mok, mok, mol, mol, meel, meel, maal, maal, bot, bot, beet, beet. Biet, biet, riet, riet, rot, rot, kip, kip, lip, lip, lap, lap. Pap, pap, pak, pak, been, 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 ben, ben, pen, pen, pan. Pan. Nou, misschien vond je dat ik wel veel te snel ging of veel te langzaam. Dus ga ze op je eigen tempo even nog twee keer lezen. Alle rijtjes twee keer lezen. Zet de video maar even op pauze. Als je goed geluisterd hebt naar de woorden, dan hoor je ook dat er veel woorden rijmen. Ik ga een woord zeggen en ga op zoek naar het woord wat erop rijmt. Welk woord rijmt er op kok? Heel goed, mok. Mok rijmt op kok. Ga ik er nog eentje zoeken. Welk woord rijmt op bot? Bot. Bot rijmt op rot. Rot. Bot en rot. Welk woord rijmt er op kip? Lip rijmt op kip. Kip en lip. Welk woord rijmt er op pap? Zoek het woord wat rijmt op pap.
Pap, lap. Ja, hij stond erboven, hè? Pap en lap, die rijmen op elkaar. Even kijken, nog eentje doen. Welk woord rijmt er op ben? Ben. Maar zoeken. Ben rijmt op pen. Ja. Ben en pen. Tijd voor het leesboek. We gaan hem voor Cor lezen. Dus lees maar mee en zeg hem na. Kok, Rik. Kok, Rik. Rik is kok. Rik is kok. De kok maakt sap. De kok maakt sap. Volgende plaatje. Zijn benen liggen. Het in de mixer doen is even kijken. Lees mee. De kok pakt een kom. De kok pakt een kom. En de kok neemt een peen. En de kok neemt een peen. De kok mikt peen in de kom. De kok mikt peen in de kom. En dat is dus dom. En dat is dus dom. Er komt sap op de kok. Er komt sap op de kok. Kok Rik is nat. Kok Rik is nat. Je mag zo, als je de videopauze hebt gezet, de witte tekst helemaal zelf gaan lezen en oefenen. Als je daar klaar mee bent, dan mag je vragen of iemand de oranje tekst met jou leest of misschien wil voorlezen dat jij meeleest. Zet de video maar op pauze. Tijd voor het werkboek. En bij het werkboek gaan we op zoek naar de pff. Ga kijken of je ze allemaal kunt vinden. Wijs ze aan. Of als je hem uitgeprint hebt, maak er cirkels omheen. Daarna ga je kiezen tussen de O en de O. Dus wat moet er in het woord? Een O of een O? De rest van het woord is al geschreven. Dus bijvoorbeeld, hier staat een pot. Dan hakken we hem. Pot, pot. In pot hoor ik duidelijk op de tweede plek een o. Dus dan schrijf je een. Zo ga je dat ook doen met noot. Hak noot. N-o-t. Welke hoor je hier? Schrijf je hem op. Als je hem niet uitgeprint hebt, dan pak je gewoon een blaadje en dan schrijf je dit eventjes over. Dus dan schrijf je even op. Oot, noot. En hier ga je dit ook doen. Zet hem maar op pauze. De volgende bladzijde gaan we woorden maken. Dus die moet je omcirkelen. Als je dit niet hebt, dan schrijf je het gewoon even op. Dus, dit is een kip. Kies de letters die erbij horen. K, I, P. Kip. Daar zet je een cirkeltje omheen. Of je schrijft de k en de e en de p even op je blaadje. Zet de video maar op pauze en ga de opdrachten maken. We gaan nog even zingend lezen. Lees maar mee.
Lip. Lip. Bot. Bot. Mole. Mole. Pak. Pak. Pop. Pop. Ik zie hier een o en een p. En waar hoort welk plaatje? Wijs maar aan waar die moet. Ik zeg het woord. Peer. Waar hoort peer bij? Inderdaad, ik hoorde p. Zet ik hem daar. De volgende. Dit is een klok. Waar moet ik klok zetten? Klok. O. Die moet bij de o. Dit is een sok. Waar moet sok? Sok moet bij de o. Rups. Rups. Bij rups hoor ik duidelijk een p. Zet ik hem daar. Hok. Hok hoort bij de op. Pet. Pet. Begint met een p. Bos. Bos. Bos is met een o. En de laatste is een put. Put begint met een p. Dus die zet ik daar. Put. Het werkboek, daar was je op zoek gegaan naar alle p's. En even kijken. Als het goed is, heb je er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 gevonden. Pot hadden we gedaan. Noot, daar hoorden we duidelijk een O. Dop, de, o, p. Dop, met een o. Boon, b, o, n, horen we een o. Kom, k, o, n, met een o. Rok, r, o, k, schrijven we een o. De volgende bladzijde. Daar gingen we op zoek naar de letters die bij dat woord horen. En die heb je als het goed is opgeschreven. Dit is een been. P, e, n. Sap. S, a, p. Op. P, o, p. Rok. R, o, k. Pan. P, a, n. Poot. P, o, t. En de laatste is som. S, o, m. We hebben vandaag het verhaal gelezen van Rick de Kok, die allemaal sap over zich heen kreeg. En wij hebben twee nieuwe letters geleerd, namelijk de o en de p. En daar gaan we morgen weer verder mee oefenen. Goed gewerkt!